is Rita Rand Jansen en ben medeoprichter van Veel over BV. Interacties hebben mij als van kind ben af aan gefascineerd. En ik heb dat ook in mijn professionele rol ook in verschillende organisaties. Maar vooral ook als begeleider van mensen in werk en privé. Het bestuderen van interacties tussen mensen, dat heeft voor ons geleid tot een hele logische, maar nog steeds nieuwe manier van meten. Op basis van de video-opname. De PBA, onze Personal Behavior Analyse, wordt inmiddels op verschillende landen gebruikt. En toegepast onder de in coaching, teamontwikkeling, maar ook als voor recentelijk voor ons in theorie. Iedereen kan van. Nieuwe vaardigheden leren, dat is simpel gezegd, maar lastig on the spot in de praktijk. Uw breedplaat van gedrag is tijdens uw vroege jeugd al ingericht. In eerste instantie heeft u kunnen experimenteren in uw gezinsomgeving, op het speelveld, op de speelplaats, als adolescent en zoals u vandaag hier aanwezig bent. Waarom doe je wat je doet? En waarom blijf je doen? Een vraag die mij jaren bezighoudt en veel professionals met mij. En ik zou me graag een vraag stellen. Iets wat u lang geleden deed. En heel misschien vandaag nog. Kunt u zich herinneren waar u het liefst mee speelt? Stel dat u helemaal zet aan het spelen bent met uw speelgoed. Ik neem aan dat het eentje een speelgoed is of misschien een vriend of een vriendinnetje. En ik kom voorbij en ik vraag omdat het speelgoed is. En ik pak het speelgoed af. Dan de route die uw brein aflegt. Dat betekent dat u drie dingen doet. U geeft mij een jetspoor voor mijn hoofd. Pak dat speelgoed terug. Want spanvoeten weg en gaan weer lekker zen zijn en doorspelen. Of ga afwijzingen maken van, hé, heeft zij ander speelgoed? Kan ik daar misschien dus meer aan mee gaan spelen? Afwijzingen om, wil niet zeggen dat je speelbelang hebt. En ga wel even afwijzen van, hoe snel ga ik dat doen? Of u onttrekt zich vanuit de interactie. En vaak vader of moeder of broer of zus om dat terug te gaan. En je hebt de tijd om te denken wat te denken. Subtiel laten blijken dat u toch de beste partij bent.
valt veel te leren over deze drie profielen, maar ook de combinaties van profielen die we tegenkomen. Maar hoe gaan we daar nou zelf mee? En hoe verhoudt die interactiestijl die ik zojuist genoemd heb, tot die van een ander? En laat dat nou onze specialiteit zijn. En is het deze of zo? Ja. Coaching, ja, dat was niet zo goed te horen.